Het leek even rustig te zijn rondom de Waalbrugpeiler. Afgelopen week was die het middelpunt van de strijd tussen extreem links en rechts als het gaat om het vluchtelingenbeleid. De tekst Refugees Welcome werd beklad, schoongemaakt, nogmaals beklad en nogmaals schoongemaakt. De zondag kwam het tot een toppunt toen de kampen elkaar troffen tijdens het picknick onder de Waalbrug. Nu is het al een paar dagen rustig rondom de Peiler, maar de boodschap heeft zich inmiddels door de stad verspreid. Alleen al op de grote markt zijn er twee van deze gravity tags te vinden. De eerste zit op het Mariekebeeld midden op de markt en nummer twee zit aan de achterwand van de Hema. Verder zit er nog één op de hoek bij Max Beans en bij Biker Store Kirsten over een andere gravity tekening heen. Het is dus niet duidelijk wie deze tags heeft aangebracht.